Tijdens de krachtige leeuwenpoort op 8 augustus 2024 krijg je DNA aan activatie. Oude wijsheid die opgeslagen ligt in je zelfgeheugen kan naar boven komen en paranormale gaven worden hierdoor sterker. Elk jaar op 8 augustus opent zich een bijzondere energieportaal, namelijk de Leeuwenpoort. Voor vele mensen markeert de opening van de Leeuwenpoort het begin van een nieuwe cyclus, met meer mogelijkheid voor groeien. Je wilt je talenten laten zien en naar buiten treden en je innerlijke leeuw te omhelzen door de hartchakra te openen en te activeren en in jezelf te geloven. Daarbij heeft de 8-8 een krachtige numerologische betekenis. Het getal 8 vormt een brug tussen materiële en spirituele dimensies, overvloed en oneindigheid. Ook om de verschillende lagen van je totaliteit te verbinden van de meeste aardse. Je wordt ondersteund om je hogere chakra's te openen voor je spirituele rijkdom. Hoe hoger jouw bewustzijn, hoe meer je oude patronen kunt loslaten. En hoe meer je vanuit je authentieke zelf kunt leven. Maak contact met je innerlijke leeuw. De leeuw is dapper, moedig en wordt niet makkelijk over het hoofd gezien. Maak de innerlijke leeuw of leeuwin in je wakker en neem de leiding over je leven. De leeuwenpoort vindt plaats tijdens het seizoen van de leeuw. Dit betekent dat je energie van de vurige teken nog sterker is. Leeuwenergie wordt ook wel vergeleken met de archetype van de queen en staat voor leiden vanuit het hart. Focus op je hart. Ons hart is ontzettend intelligent en staat aan de basis van onze gezondheid. Spendeer de dagen rondom Leeuwenpoort en op de dag zelf aan het intuïtie. Maak contact met je seksuele spirituele kant. Spiritualiteit is sexy en biedt je precies de verdieping die je een dieper gevoel van tevredenheid gaat brengen. Oude overtuigingen en patronen moet je loslaten.